Dit is het Drieluik, een van de belangrijkste werken van de Lakenhal. Het is geschilderd in 1517, dat is behoorlijk lang geleden, door Cornelis Engelbrechts. En Cornelis Engelbrechts is eigenlijk de eerste schilder van belang in Leiden. Het is eigenlijk, zo je wilt, geschilderde theologie. Met in het midden de kruisiging van Christus, met een enorme vertelling eromheen. De goede en de slechte moordenaar rechts en links van hem. En onderaan natuurlijk Maria, zijn moeder, en alle andere familieleden en vrienden die natuurlijk heftig geschokt zijn door wat zich voltrekt, de kruisiging van hun geliefde Jezus. Nu is het dan toch eens tijd om met onderzoek een tot op het bot helemaal dit schilderij onder handen te nemen. En dat gaat gebeuren. Vandaag een vooronderzoek, röntgenonderzoek. Dit weet net zoals in ziekenhuizen. Je kunt ook een schilderij kan je fotograferen en dan kan je door de verf kijken en dan zie je wat er onder de verf is, hoe de schilder het op heeft gezet. Dat is belangrijk voor ons om te weten hoe hij gewerkt heeft. Dan kun je iets uit opmaken. Maar ook voor de restaurator is het belangrijk, omdat hij kan zien aan de hand van de onderschildering wat authentiek is en wat eventueel later is veranderd. De lijst. Dat is het eigenlijk enige onderdeel wat nog nooit is gerestaureerd, nooit is onderzocht. Het is gemaakt bij het schilderij, dus oorspronkelijk bij het schilderij. En we hebben al wel kunnen zien met het blote oog dat er kleine spoortjes zijn van vergulding. En later is het helemaal zwart geschilderd. Dat gaan we nader onderzoeken. Wij denken dat het heel spectaculair wordt en ook dat wordt gerestaureerd nader onderzocht. En over 2 jaar is het dus een schilderij klaar met de lijst in oude glorie.